Je bent weer eens te laat begonnen met studeren voor een tentamen. Je markeert belangrijke stukken, je schrijft dingen over voor je samenvatting, je leest het allemaal nog een keer door, je herkent dingen en je denkt, ja, ik ben lekker bezig. Maar wist je dat het eigenlijk veel minder effectief is dan dat je denkt? Geen zorgen, ik ga je laten zien wat je wel kunt doen om je goed voor te bereiden op die toets. Zelfs zonder dat het je extra tijd kost. Kijk, één ding is zeker. Herhaling werkt. Dat weten we al sinds 1885 dankzij de Duitse onderzoeker Hermann Ebbinghaus. Maar hoe herhaal je dan? Wat we veel doen is bijvoorbeeld die stof nog een keer goed doorlezen. We denken vaak dat dat goed werkt, maar eigenlijk doet het dat niet. Dat zien we terug als we studenten op verschillende manieren laten studeren. We hebben bijvoorbeeld twee groepen studenten die een tekst lezen die ze moeten leren. De eerste groep mag die tekst 4 keer bestuderen. Maar de tweede groep mag die tekst maar 1 keer bestuderen en moet dan vervolgens 3 keer proberen om zoveel mogelijk wat hij nog weet van die tekst uit zijn geheugen op te halen. Na het leren wordt die studenten gevraagd hoe goed ze denken dat ze die tekst zouden onthouden na 1 week. Die eerste groep, die de tekst alleen mocht lezen, die schat zichzelf het beste in. En die tweede groep, die schat zichzelf een stuk minder in. Maar wat blijkt na die toets? Die studenten die alleen die tekst mochten herbestuderen, deden het slechtste. En die tweede groep, die het 3 keer uit hun geheugen moest ophalen, die scoorden het beste. Die onthielden zo'n 20% meer. Maar waarom zaten die studenten er zo naast? Dat komt omdat we ons oordeel baseren op verkeerde aanwijzingen. Als we iets lezen, dan denken we vaak, oh ja, dat herken ik, dus ik ken het. Maar die herkenning zegt weinig over hoe goed we het geleerd hebben. We gebruiken dus de verkeerde aanwijzing. En eigenlijk houden we onszelf dus een beetje voor de gek. Grote kans namelijk dat wanneer we het boek dicht doen, we het toch moeilijk vinden om die informatie uit ons geheugen op te halen. Terwijl dat juist wel een goede aanwijzing is dat je de stof nog niet goed genoeg kent. Een andere strategie die veel studenten gebruiken is samenvatten. Een samenvatten kan goed zijn, maar gaat vaak mis. We spenderen bijvoorbeeld te veel tijd aan het simpelweg overschrijven van de belangrijke leerstof. Of we schrijven allemaal dingen op die niet de kern van de stof zijn. Wat je wel zou kunnen doen is een zogenaamde Cornell-samenvatting maken. Je schrijft dan kernwoorden op, bijvoorbeeld Hermann Ebbinghaus, en je denkt dan zelf na over wat er bij dat kernwoord hoort. Dus bijvoorbeeld, oh ja, hij zei dat herhaling werkt als je iets langer wil onthouden. Daardoor ga je actief nadenken over wat je studeert. En vervolgens kan je dan ook weer een deel afdekken, zodat je de rest weer uit je geheugen kunt ophalen. Nou, wat zijn nou nog meer manieren om goed te leren? Nou, zoals ik al eerder zei, herhaling werkt. Denk even terug aan deze meneer. Weet je zijn naam nog? Nou, als je het nog wist, heel goed. Dit was Hermann Ebbinghaus. Hij ontdekte de vergeetcurve. Het principe is als volgt. Op het moment dat we nieuwe informatie leren, dan zitten we op 100%. Maar daarna hebben we de neiging om die informatie al vrij snel weer te vergeten. Binnen 3 dagen zijn we al 40% van die informatie kwijt. Maar er is goed nieuws. Als we na 1 dag herhaling inbouwen, dan brengen we die kennis weer terug naar 100%. En die curve gaat vervolgens minder steil omlaag. En je weet dus nog een stuk meer na 3 dagen. Maar dat laat zien dat herhaling werkt en het vergeten hierdoor trager gaat. Maar de vraag is, hoe herhaal je die informatie dan het beste? Nou, wat mensen vaak doen, is dan de dag van tevoren heel hard aan het leren slaan. En dan bijvoorbeeld die stof nog snel 3 keer achter elkaar proberen te herhalen. Dat noemen we ook wel stampen. Maar dat werkt helemaal niet goed. Wat je beter kan doen, is die leermomenten spreiden over de tijd. Dus stel je hebt in totaal 3 uur de tijd om te leren, dan is het beter om die tijd niet allemaal in 1 lange leersessie te proppen, maar die te spreiden over bijvoorbeeld 3 dagen. Je doet dan een even grote tijdsinvestering, maar je zult zien dat je dan de stof langer kan onthouden. Nou, hoe je het spreiden van leermomenten aanpakt, is afhankelijk van hoe lang je die informatie moet opslaan in je geheugen. Die tijd tussen de herhalingen moet ongeveer 1/8 zijn van de totale tijd dat je iets moet onthouden. Dus als je bijvoorbeeld een toets hebt over 2 weken, dan kan het handig zijn om die informatie om de dag te herhalen. Dan blijft het beter hangen. Nou, die eerste herhaling, die heeft de grootste meerwaarde. En daarna zwakt het effect een beetje af. In totaal 3 herhalingen, dat is een goede richtlijn. Nou, je weet nu hoe je die herhalingen in de tijd moet verdelen. Maar wat doe je nou precies tijdens zo'n herhaling? We hadden het er al eerder over, jezelf toetsen. Probeer dingen te doen waarmee je actief die kennis die je moet leren uit je geheugen ophaalt. Denk aan een oefentoets, een quiz online, je laten overhoren door iemand, die informatie aan anderen uitleggen. Of jezelf toetsen met flashcards. Dat zijn kaartjes die je kan maken omdat de ene kant bijvoorbeeld het Duitse woord dat je moet leren, vergessen, en aan de andere kant de Nederlandse vertaling, vergeten. Nou, die truc kun je ook gebruiken met meer complexere vragen, zoals hoe verandert de vergeetcurve als je vaker herhaalt.
Onthoud dus dat je geheugen het beste traint door jezelf te toetsen en herhalingen te spreiden in de tijd in plaats van die stof nog eens door te lezen en op één dag in je hoofd te stampen. Effectief leren kost dus wel moeite, maar het hoeft niet meer tijd te kosten. Want wie op de goede manier herhaalt, voorkomt dat hij het vergeet. Dus nog één keer dan, wie liet dat laatste ook alweer zien? Precies, ja. Kaas heeft een slecht imago. Het bevat veel verzadigd vet en zout. Je zou denken, dat maakt kaas ongezond. Maar dat is niet zo. Ik ben Casper, zuiveldeskundige, en in de volgende aflevering leg ik jullie uit hoe het zit.